Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland en ook boven de Noordzee. En met een wind uit west tot noordwest worden die wolken nog steeds aangevoerd. Ze leveren enkele buien op, het kan dus hier en daar weer nat worden. Maar de buien zijn wel veel minder talrijk dan gisteren. Het is dus vaker droog en daardoor schijnt de zon vaker. Vanmiddag is het zelfs zo goed als droog in de westelijke provincies. De meeste buien verwacht ik dan langs de noordkust en in het binnenland. Het wordt 17 tot 19 graden en de wind neemt toe naar windkracht 3 tot 4 en uitwestelijke richting. Vanavond trekken de meeste buien weg. Helemaal droog wordt het niet. Van de kust langs de noordkust kan nog een enkele bui vallen. Morgen wordt het ander weer. Eerst een enkele bui langs de noordkust en in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de wolking toe. Dan gaat de regen en motregen vallen. Dan breidt zich heel langzaam naar het midden uit. Het wordt morgen 17 tot 19 graden vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag wordt een regendag. Een de groot deel van het land is dan bewolkt en grijs, en in de regen is het slechts 13 à 14 graden. Als het droog wordt, kan het kwik oplopen naar 18 à 19 graden. Woensdag en donderdag haalt het kwik de 20 graden eindelijk weer eens, maar vallen wel enkele buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.